سميك بيدز. هناك بزندر أم تزين دات الدعاء فورت خنومت، الله سبحانه وتعالى زخت، وإذا سألك عبادي عني فإني قني فإني قريب، فانير مين ديناري ياو أمي أو رسول الله أو بروفيت زخ إك نباي إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فرفوخس خط الله عز وجل فدر مادريخوس مادريكينغ تو تو so فاستان. دات Komt, die over een heel ander onderwerp gaat, in reeks verzen die specifiek over het vasten gaan. Dit laat zien dat het vasten uh, verbonden is met de dua. Dat het vasten ons, hel ons uh, helpt om de houding aan te nemen van dua. En ik zeg bewust de houding van dua. Omdat heel veel mensen denken dat dua iets is wat je zegt. En dat klopt. Smeekbedes zijn inderdaad dingen die je zegt, die je herhaalt. Waar je over nadenkt. Dat zijn wensen die je uitspreekt. Maar du'a is in de eerste instantie een houding die je aanneemt. En dat gaan we uitleggen inshallah. Allah zegt in dat vers. Wanneer mijn dienaren jou, o Mohammed, om mij vragen. En heel veel mensen kwamen naar de profeet. En stelden hem een aantal vragen over Allah. Of over de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. En wat, wat we zien is dat... Als het gaat om alle andere vragen, zegt Allah zo tegen de Profeet, zeg O Muhammad, of met andere woorden, geef dit als antwoord O Muhammad. O Muhammad, dit is het antwoord en verkondig dit als antwoord. Allah zo zegt in de Koran, we zijn 'anil ahil hij lezen vragen jou om de maan, om de maansikkel. Allah zo zegt tegen Muhammad, zeg O Muhammad, hij is mijn waakheid uli wal-hajj dat, dat is een middel om tijd. Uit te rekenen, om dagen uit te rekenen, om maanden uit te rekenen. En zo zien we ook als het gaat over wijn: dat er werd gevraagd over wijn. Hoe zit het met wijn? Dat is een grote zonde. Elke keer kwam het antwoord vanuit de profeet zelf. Behalve als het gaat om dua. Allah zegt: hier, wanneer ze jou, O Mohammed, om mij vragen, ik ben er. Ik ben nabij. Met andere woorden, het antwoord komt direct van Allah. subhanahu wa ta'ala Om aan te geven dat jij geen bemiddelaar nodig hebt. Geen tussenpersoon nodig hebt om met God te communiceren. Ik ben er voor jou. En wat bijzonder is aan dit vers: is dat Allah jou een belangrijke titel geeft, die Hij alleen maar aan profeten en vrome mensen heeft gegeven. En dat is dienaarschap. Dat je een dienaar bent van Allah subhanahu wa ta'ala. Met mijn tekortkomingen? Ja, met jouw tekortkomingen. Met mijn zwaktes? Ja, met jouw zwaktes. Met jouw zondes? Ja, met jouw zondes. Noemt Allah subhanahu wa ta'ala jou zijn dienaar om aan te geven dat er geen obstakel hoeft te zijn tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Kom naar hem en hij zal jou naar het goede leiden. Of vraag hem en hij zal jouw smeekbedes aanvaarden. Niet alleen maar verhoren, maar aanvaarden. Direct accepteren. Wa Allah zegt niet, ik zal erover nadenken, ik zal het in overweging nemen. Allah doet ons een belofte om onze smeekbedes te doen voor horen. Maar daar is, daarbij is het wel belangrijk om een aantal zaken goed te begrijpen. Op het moment dat wij dit lezen en de vergelijking trekken met ons dagelijks leven, dan zien we ook dat we bepaalde dingen vragen die niet direct te zien zijn in ons dagelijks leven. Iemand die geen kinderen heeft, dan Allah vraagt om kinderen te krijgen en geen kinderen krijgt. Iemand die uh, Allah Azawajalla vraagt om een status te bereiken, om een baan te verkrijgen of wat dan ook en deze niet krijgt. En daarom is het belangrijk om te begrijpen dat Allah jouw smeekbeden wel aanvaardt, maar op de manier die Allah Azza wa behaagt. Niet op jouw manier. Volgens het plan van Allah. Niet volgens jouw plan. Anders had du'a geen nut. Anders had je het zelf kunnen doen. Je laat het over aan Allah Subhanahu wa Ta'ala. En daarom verhoort Hij... en aanvaardt Hij jouw smeekbeden... op zijn manier. Niet op jouw manier. Op het moment dat Allah Azza wa wil. Niet op het moment dat jij wilt. Want jij bent een dienaar en Hij is de schepper. En op de manier... Die Allah wil, niet op jouw manier. En daarom zag de profeet alayhi wa sallam, in een prachtige overlevering. Op het moment dat iemand een dua doet, dan wordt deze aanvaard, want dat staat in de Koran. Maar het kan op drie manieren aanvaard worden. Het kan zo zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala deze specifieke dua voor jou bewaart, voor een moment waarin deze dua harder nodig zal zijn. Allah kan dus deze dua voor jou bewaren tot de dag het oordeels. Wanneer iedereen in paniek zou raken en het moeilijk zou krijgen, wanneer iedereen bescherming zou zoeken. Wanneer iedereen toevlucht wil zoeken, zal Allah subhanahu wa ta'ala voor jou op dat moment de dua voor jou uitpakken. En als je nu de keuze zou krijgen, nu of later, dan zal ongetwijfeld het antwoord van een moslim zijn: uiteraard later. Want daar heb ik het. Harder nodig. Dit leven is zo voorbij. Hoe lang gaan we leven? Tien jaar. 20 jaar, 100 jaar, uiteindelijk gaan we dit leven moeten verlaten. Of de Profeet Ali salatu zegt: de tweede optie is dat Allah subhanahu wa taala het vertraagt tot het moment dat het beter uitkomt. Vandaag doe je du'a en het misschien over tien jaar uit. Omdat het dan beter uitkomt. Of dat Allah subhanahu wa ta'ala de du'a met iets mooiers vervangt. Dat je een gevaar zal oplopen. Dat je in problemen zal komen. En dat Allah subhanahu wa ta'ala in plaats van haar, dat hij jou iets geeft, ontneemt hij jou een gevaar, een kwaad of een beproeving op welke manier dan ook. Dat is du'a, geliefde broeders en zusters. Du'a is een houding. En wij laten het over. Aan Allah subhanahu wa ta'ala. Het du'a, geliefde broeders en zusters, is een aanbieding. En daarom spreekt Allah in dit vers over nabijheid. Ongeacht het resultaat, je bent in rangen aan het stijgen. Ongeacht of je iets materialistisch krijgt of niet. Je bent een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Ongeacht of je wel of niet iets van het wereldse krijgt. Het gaat erom dat je de tevredenheid van Allah hebt verkregen en hebt verdiend. Dit is al genoeg. Dit is al mooi. Dat is al een status waar we trots op mogen zijn en waarvoor, waarvoor wij Allah dankbaar voor dienen te zijn. Dat we zeggen, alhamdulillah, dat wij zijn dienaren mogen zijn. En dat we het recht hebben om hem te aanbidden en om hem aan te roepen, subhanahu wa ta'ala. Want wie zijn wij? We zijn een van de kleinste schepselen op een van de kleinste planeten in een enorme universum die geen, bijna geen einde heeft. En hij verhoort jouw smeekbeden. En hij aanvaardt jouw smeekbeed. Sterker nog, hij zegt Oudouini, hij roept jou uh, uh, op. Hij nodigt jou uit en zegt astajib estegiblakum. O mijn dienaren, dit is wat dua is, geliefde broeders en zusters, en dat is hoe wij met dua dienen om te gaan, zeker in deze maand. Want dua heeft twee kleine voorwaarden die heel belangrijk zijn, want die staan in dezelfde vers. Allah zegt, fel estegibouini, welli het enige wat van ons verwacht wordt, is dat we het rechte pad van Allah blijven bewandelen. Gehoorzaam Allah. Gehoorzaam Allah door afstand te nemen van het slechte. Gehoorzaam Allah door op zijn minst je verplichtingen na te komen. En doe dat in het toestand van de iman. Vertrouwend op Allah hopend op de beloning van Allah. Dat je het voor niemand anders doet dan voor Allah. Uddhouni, astajib lekum. En daarna, fel وليؤمنوا بِيَ لعلهم يرشدون ولكن in deze maand, the maand van دعاء, the maand van smeekbeden, الله komen, we moeten veelvuldig دعاء doen, met name in these last We moeten veelvuldig du'a doen van de profeet. Allahumma <RusReals> innaka afuwun, tuhibbul anna. Het is een mooie du'a die hij aan, vrouw, aan zijn vrouw heeft onderwezen. Shalliam. De profeet zegt: drie mensen, hun smeekbedes worden hoe dan ook aanvaard en verhoord. En een van hen is een vastende doordat hij zijn Vaste er valt veel, nog meer, veel meer te zeggen over du'a, maar we beperken ons gezien de tijd tot dit wat we net hebben gedeeld. Ik vraag Allah om onze smeekbedes te doen verhoren. افراخ الله سبحانه وتعالى، أم آلت خدفن فنونس تاكسبتير، افراخ الله عز وجل، أم أنس ان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، اللهم اجعل جمعنا جمعًا مباركًا مرحومًا، واجعل تفرقنا تفرقًا سالمًا موفقًا من الشر معصومًا، ولا تجعل الله فينا ولا منا ولا معنا شقيًا ولا محروما. وأجرنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة